Ik wil in het woord van God met je duiken vanavond. We gaan inzoomen. En ik geef je een geheim mee vanavond. Leer de Bijbel inzoomend te lezen. Inzoomend lezen betekent, neem tijd om na te denken wat je leest. Wat zegt God? De Bijbel zegt elk woord, elk van God gegeven schriftwoord is nuttig om je op te bouwen. Dus het is de moeite waard om over de woorden na te denken. Zelfs in de geslachtsregisters kan je heel wat zegeningen uithalen als je erover nadenkt, waarom praat God? Waarom noemt God geslachten? Ja, je ziet heel wat geslachtsregisters in de Bijbel. En ja, soms zou je bijna denken, jongen, hoe kom ik er doorheen? Waarom moet ik het lezen? Maar eigenlijk wil God je vertellen dat God een God van geslachten is. God denkt niet alleen aan jou, God denkt aan je hele geslacht. Ja, God is een God van geslachten. Je ziet ook Abraham, Isaac en Jacob. Het zijn geslachten. De God van Abraham heeft Abraham gezegend. Je ziet het overspringen op Isaac. Je ziet het overspringen op Jacob. Je ziet het overspringen op de kinderen van Jacob, op Jozef. God houdt rekening met families, geslachten. Ik hoop dat je dit begrijpt. Daarom moet je ook leren bidden voor je geslacht. Voor je familie. Of je ze kent of niet kent. Bid voor allemaal. Ik bid voor mijn familie en mijn geslacht. En ik zeg, Heer, ik weet niet waar ze zitten. Misschien zijn sommigen nog in Afrika. Anderen zijn misschien, ik weet niet waar, in Zuid-Amerika. Maar ik bid voor ze. Want ik heb de mogelijkheid om ze te beïnvloeden. Nu, vanavond gaan we inzoomen. We gaan inzoomen. En dit is niet zomaar een boodschap. Dit is ook niet om eventjes maar weer een preek af te steken. Ik geloof dat God tot ons wil praten vanavond. De titel is, denk als je hemelse vader. En eigenlijk zou ik amen moeten zeggen dat we gewoon een half uur zitten na te denken. Denk als je hemelse vader. Dat is geen kleine zaak hoor. Dat is geen kleine zaak, denk als je hemelse vader. Ja maar Holder, hoe kan ik als God denken? Hoe weet ik wat God denkt? Daarvoor heb je zo'n woord. Daarvoor heb je zo'n woord. Ja, leer als je hemelse vader te denken. Dat is een hele uitdaging in een wereld wat niet in lijn met God denkt. Ah. Als God denken is een hele uitdaging hoor. Ja, als God denken kan je zelfs belachelijk maken in de ogen van mensen soms. Ja. Want wat God zegt is niet altijd logisch voor je verstand. Maar als je met mensen van doen hebt die alleen op hun verstand gericht zijn, vinden ze jou simpel. Ja, moet je nagaan wat hij zegt, dat kan toch niet? Ja, want er is heel wat verstand in deze wereld. En het verstand wat in deze wereld is, onderstreept niet altijd wat God zegt. Het verstand wat in deze wereld is, heel wat verstand in deze wereld, veracht zelfs wat God zegt. Ah, dat kan toch niet? Nou, ga de mensen maar vertellen dat een maagd zwanger kan worden zonder tussenkomst van een mens en enige ingreep. Alleen van God. Vertel het dan. Kijk wat verstand tegen je zegt. Kijk wat verstand tegen je zegt. Als je ziek bent en de dokter zegt, ik zie geen hoop meer erin. Zeg hem dan dat je in een wonder gelooft. Over het algemeen zie je dat ze toch je aankijken van, joh, hoe kan je dat? Nou, omdat in hun denken kan het niet. En als er een wonder gebeurt, zeggen ze ook, is een grijs gebied. Omdat hun denken is zuiver wetenschappelijk gericht. Dus, en daar zeg ik niks verkeerds van. Maar als jij als God wil denken en praten, word je niet altijd begrepen. En nou moet je ook wijsheid gebruiken als je met mensen praat. Maar je zal je moeten onderscheiden in deze wereld door de moed te hebben om als God te denken. Als je resultaat van God wil hebben, moet je als God denken. Ja. Als je resultaat van God wil hebben, moet je als God denken. Zo simpel is het. Is niet zo moeilijk. 1 en 1 is 2. Als je resultaat van mensen wil hebben, moet je als mensen denken. Maar weet wel dat mensen vandaag A zeggen, morgen zeggen ze B, overmorgen zeggen ze C. We leven in een wereld waar alles in de war is op dit moment. Ja,
Ik hoor mensen praten, ik volg de gesprekken en denk ik, poeh, wie weet het nog. Dus als je als mensen denkt, ga je ook het resultaat van mensen krijgen. En dat wil niet zeggen dat we niet als mensen kunnen denken, maar het denken van mensen moet in lijn zijn met wat God zegt. Ja, want heel wat mensen denken in lijn met God, zelfs als ze het niet weten. Maar als ze afwijken van de Heer, hoor jij te zeggen, nee, ik zie het anders. Denk groot. Je moet groot durven. God heeft je geroepen om groot te denken. Big time thinking. Laat ik het een keer gewoon zeggen. Big time thinking. Ik heb een prediker horen praten. Hij zei crazy faith. Met andere woorden, je moet crazy faith hebben. Ik weet niet eens hoe ik het moet vertalen. Ja? Crazy faith. Big time thinking. God heeft jou geroepen om big time thinking te hebben. Wist je dat? God heeft je niet geroepen om minderwaardig te denken. Kan niet, gaat niet. Nee, hij heeft Adam en Eva geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Met andere woorden, je praat zoals ik praat. Je denkt zoals ik denk. Je handelt zoals ik denk. Zo is dat ding begonnen. Dat ding is niet anders begonnen. Het eerste mensenpaar dacht in lijn met God. Het eerste mensenpaar waar we allemaal uit zijn voortgekomen, dacht in lijn met God. En toen dat mensenpaar daarmee stopte, zijn we in de ellende gekomen waarin we nu zitten. Pijnlijk om te zeggen. Het eerste mensenpaar dacht in lijn met God en dat ging prima. Toen die dat losliet en anders ging denken, het gevolg daarvan is dat we met z'n allen in een kromdenken zitten vandaag de dag. Ja, dat is resultaat. Dus jij en ik moeten zeer opmerkzaam zijn, want een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Nou, en als wij nu dezelfde fout maken als Adam en Eva gemaakt hebben, zijn we net een ezel die zich voor de tweede keer stoot aan dezelfde steen. Wij wederom geboren mensen kunnen toch zien wat voor een rotzooi uit het verkeerde denken van Adam en Eva is voortgekomen. Of ben ik gek dan? Ik praat nog niet over onbekeerde mensen. Ik praat tot bekeerde mensen vanavond. Wij kunnen toch met onze eigen ogen zien wat voor een troep uit het leven van Adam en Eva is voortgekomen, omdat ze anders zijn gaan denken als God. Pure troep. Pure troep. En we zitten er middenin. En ik praat nog niet tot onbekeerde mensen, mensen die niet geloven, die laat ik nu met rust. Ik praat met christenen, die zeggen Jezus te kennen. Kijk naar de troep rondom jou, door niet als God te denken. Dat brengt mij tot nadenken. Schrijf op als je wil, denk groot, denk onbeperkt. En alles wat ik hier zeg, staat onder leiding van de Heilige Geest. Hè? Want je hoort met de Heilige Geest te wandelen. Ja, je hoort, de basis hoort te zijn, je wandelt met de Heilige Geest. Alle preken die ik breng, de basis is, je wandelt met de Heilige Geest. Probeer niet te geloven zonder de Heilige Geest, dat is drama. Geloven zonder de Heilige Geest is trekken aan een dood paard. Absoluut. Het gaat niet werken. Het gaat niet werken. Het gaat niet werken. En wie met de Heilige Geest wandelt, moet denken als de Heilige Geest. Het is eigenlijk toch logisch. Als ik in China wil functioneren, moet ik leren denken als de Chinees. Heel wat Europeanen krijgen problemen als ze zaken willen doen in landen als Indonesië en China. Want zeker uit Nederland, de Nederlander is direct, pats, boom, wil snel tot zaken komen. Maar de Chinees denkt niet zo. Die Chinees wil eerst met je eten. Hij wil tijdens het eten een gevoel van je krijgen. En dan zoek je je weg naar zaken met hem. Als je te direct, vraag het aan zakenmensen dan. Als je te direct bent, vindt die Chinees je raar. Dus het Westen wat daar naartoe gaat, naar Azië om zaken te doen, ze worden gedwongen om toch te leren denken als die Chinees. Ik hoor ze praten toch? Omdat ze zaken willen doen met de Chinees. Moet je toch leren denken als hem.
Kom je in Indonesië, moet je ook leren denken als de Indo weer succes hebben. Je gaat problemen krijgen als je anders het gaat doen. Dat is zo. Als ik bij jou kom en je geeft me eten en ik lust en ik zeg ik hoef niet. Nou, in landen als Indonesië is het een belediging. Als je eten geeft en wijst het af, is het echt een belediging. Al neem je twee hapjes, dat is de cultuur. Ja. Dus als je daar bent en je spreekt in meerdere samenkomsten, moet je niet te veel eten, want anders ga je zo naar huis. Het is overal neming. Maar dat is de adat, dat is de cultuur. En zo heeft Nederland ook weer zijn dingen. En haar dingen. Wie in Nederland wil functioneren, moet ook een bepaalde route gaan. Ja. Je moet niet in Nederland op etenstijd bij iemand langskomen. Dat moet je niet doen. Het is not done. Dan denken ze, ben je verstand kwijt? We zitten te eten. Kom je in Indonesië langs op etenstijd, zeggen ze, schuif aan. De cultuur is zo. Hier denkt men, nee, je komt later terug. Dus je moet leren bewegen met eigenlijk het koninkrijk, het land waar je bent, volgens wat daar de norm is. En als je met de Heilige Geest wandelt, geldt precies hetzelfde. Je moet leren begrijpen hoe de norm bij God is. Zonder geloof kan je God niet behagen. Dat gaat niet. Door krom te praten, doe je God pijn. Door niet te geloven, is het net alsof je... Soms kan je met een mes over een oppervlakte gaan en heb je dat schelle geluid. Ja? Weet je wel? Soms, je kan met een mes soms over een bepaalde oppervlakte gaan en dan hoor je dat. Oh, joh. Nou, als je geen geloof hebt, dan zit bij God ook... Is een geloofswezen. Hij doet niet alsof hij een geloofswezen is. Hij is een geloofswezen. En eigenlijk kan je dat zien naar alle mensen. Want alle mensen hebben een vorm van geloof. Alle mensen op aarde hebben een vorm van geloof. Allemaal. Zelfs als ze zeggen, ik geloof niet in God, is dat ook een vorm van geloof. Nou, denk onbeperkt. Als je op... Oh, dit is een mooie studie vanavond hoor. Het volgende zegt, onbeperkt denken is nodig om krachtig te bidden. Oh, alsjeblieft zeg, ik hoop dat je hoort wat ik... Onbeperkt denken is nodig om krachtig te bidden. Want als je aan het bidden bent, moet je op een gebied komen van het onbeperkte. Kan ik aan mijn horen? Maar als je denken beperkt is, en hoe je het bekijkt, bekijk je het. Bidden doe je met je geest, maar je denken zit er ook bij. En als jij je denken blokkeert, wordt bidden lastig voor je. Je kan God om een fiets vragen, maar je kan hem ook om een scooter vragen. Ja, en beide geeft je net zo makkelijk. Maar als jij beperkt bent in je denken, ben je lang blij met een fietsje. Terwijl God je een scooter wil geven. En zelfs een auto. En natuurlijk heeft met je wandel met Gods geest te maken. Maar als je denken beperkt is, ga je echt voor kleine dingen. Schrijf ook op als je wil. Bid in lijn met je goddelijk denken. Elke christen hoort een goddelijk denken te hebben. Bid in lijn met je goddelijk denken. Geloof in onbeperkte mogelijkheden. Geloof in onbeperkte mogelijkheden. Weet je wat onbeperkte mogelijkheden zijn? De huizenprijzen zijn hoog. Is lastig voor starters om een huis te kopen. Iedereen zegt het gaat niet. Er is inflatie gaande in het land. En jij zegt, en toch heeft God een leuk huisje voor mij. Dat is onbeperkt denken. Maar iedereen die jou hoort, die zegt, ben je gek geworden? Het is moeilijk. Er wordt overgeboden op huis en al dat soort toestanden. En jij zegt, en toch heeft God een huisje voor mij. En zelfs een huis. Misschien moet je van huisje ook weg gaan naar huis. Ja. En dat is wat het je geeft. Maar als je een beperkt denken hebt, denk je, dat kan niet, dat gaat niet. Nee, dat is moeilijk. Het werkt toch niet. Lukt niet.
Je kan zelfs je examens met God doen. Je hebt hard gestudeerd, je best gedaan. En jij denkt, oh Jezus, kan ik dit ding halen, kan ik het niet halen. God is bij machte jouw genade te schenken tijdens je examen, dat je bovennatuurlijk geholpen wordt. Ik heb die dingen gezien. Ja. En dan, maar je kan ook van tevoren zeggen, ik haal het toch niet. Nou oké, sterkte. Maar je kan ook zeggen, en toch is God bij machte me te helpen. En hij heeft oneindig veel methodes om je te helpen. Als ik zie sommige mensen op examen zijn geholpen geworden, denk ik, dit is echt God, man. Dit is echt God. Ja. Soms gebeurt er iets dat alle leerlingen toch een driekwart punt erbij moeten krijgen. Al die dingen kunnen. En dat nou net dat je driekwart puntje is om je over de rand te helpen. Alle dingen zijn mogelijk. Ja, maar ik heb zo'n grote financiële nood. Precies die maand verhoog je baas de salarissen. En dan zegt iemand, ja, maar dat is normaal. Wat hij vergeet is dat God voor de grondlegging van de wereld alles onder controle heeft. Leuk, hè? Apostel Holder, ik heb in deze kerk rondgekeken. Ik zie geen ene vrouw die ik leuk vind. Dus ik ga naar een andere gemeente om te kijken of daar leuke vrouwen zijn. Is een methode. Maar ik weet niet hoeveel gemeentes je wil aflopen. Want misschien in die volgende gemeente zie je Jet ook niet. Dus je gaat al weg van je normale geestelijk leven om getrouwd te zijn waar God je geplaatst heeft. Maar je kan ook je geloof activeren en zeggen, Heer, ik geloof, je brengt er naar me toe. En misschien is ze nog onbekeerd ergens. Dat ze in een discotheek staat te dansen. Ja. En dat God wonderbaarlijk haar binnenbrengt. En dat ze niks meer van een discotheek wil hebben. En dat je er krijgt. Maar apostel, ik heb echt gekeken. In deze kerk zijn geen leuke mannen. Ja, dat zeg jij. Voor jou zijn ze niet leuk. Maar er zijn genoeg anderen die hun leuk vinden. Maar als jij zegt, de man die ik wil hebben, God heeft hem toch voor mij, leer bidden. En misschien moeten we ook bidden voor mensen die geen partners hebben, dat ze partners krijgen. Je moet een onbeperkt denken daarin hebben. Een evangelist heeft me voor jaren verteld, toen ik nog geen partner had, ik bid voor je. Ik zei, ik geloof, ze heeft ook Irma naar me toe gebeden. Ja, bidden doet wonderen. En er zijn veel vrouwen mee weggepasseerd, dat snap je toch wel, de route. Maar het klikte niet helemaal, ik denk, dat is het ook niet. En dan kun je denken, ja, ik blijf alleen, ik ben Paulus. Ja, dat is je geloof, blijf je alleen. Maar je kan zeggen, Heer, het kan me niet schelen waar ze vandaan komt. Of ze nou blank is, bruin, geel, maakt niet uit, als ze maar niet paars is. Want paars is een moeilijke kleur. Nou ja, ik hoop dat ik iemand inspireer hier. Wat een uitdaging om als God te denken. Wat een uitdaging om als God te denken. Zonder toestemming van God om als God te denken, ben je op gevaarlijk gebied, hoor. Als ik zou proberen als God te denken, terwijl hij mij geen toestemming heeft gegeven, is dat hoogmoed. Hoeveel begrijpen dit? Als God mij geen toestemming zou geven om als hem te denken, is hoogmoed. Dan heeft je het recht om het te bestraffen. Van, hé mens, dat is voor mij. Maar nu zijn we in een bevoorrechte situatie gekomen, dat onze hemelse Vader tegen ons zegt, denk als mij. Oh. Ik snap het dat sommige mensen, religieuze mensen, helemaal in de flip komen, als je zegt, ik ben een zoon van God, en ik denk als Jezus, ik kan op Jezus lijken. Man, ze flippen helemaal. Jij als Jezus denken, jij op Jezus lijken, jij bent Jezus niet. Het laatste is waar wat ze zeggen, je bent Jezus niet. Maar ze vergeten dat Jezus je geroepen heeft om op hem te lijken. Maar probeer dit gesprek met religieuze mensen aan te gaan dan. Ik heb genoeg met religieuze mensen gesproken. Ik ken het hele patroon. Ik ken de hele Riedelkerk. Ik ben er zelf ook in geweest. Maar ik zie die mensen niet sterken, ik zie die mensen niet stijgen. Ik zie die mensen ook niet doen wat God wil dat je doet.
Want religie kan je niet laten doen wat God wil dat je doet. Daarvoor heb je Gods denken voor nodig. En de Heilige Geest. En ik heb beide gehad. Ik ben religieus geweest voor 20 jaar. Ik wist hoe ik toen dacht. En ik weet de ellende die ik had in mijn denken, in mijn systeem. En nu ik Jezus heb leren kennen, ken ik het verschil van denken. Ik weet hoe bang ik was voor boze geesten. Toen ik religieus was. En nu weet ik hoe bang boze geesten voor mij zijn. Wat een uitdaging. Wat een uitdaging. Mensen die kijken via livestream. Wat een uitdaging om als God te denken. En ik wil je laten zien dat God groot denkt over jou. Kom met mij naar Matthäus 5. Matthäus 5. Wauw. Vers 13. Over groot denken gesproken. Als ik deze dingen lees, dan wil ik erbij gaan liggen en denken. Oh God, meent u het nou? Meent u dit nou? Meent u dit nou? Dat kunt u toch niet menen? Let op wat Jezus tegen ons hier zegt. Jij bent het zout van de aarde. Dat lijkt me aarde groot denken. Als God jou en mij het zout van de aarde noemt. En de aarde is niet die aardbol, die fysieke bol. Zijn de mensen die daar rondlopen. Van al de miljarden mensen die rondlopen, zegt God tegen jou. Jij bent het zout eronder. Zeg dat dat geen groot denken van God is. Ontken dat maar. En één keer, ik ga toch zeggen, verheft hij je boven alle zwakte op aarde. Hij zegt, jij bent het zout. Jij bent het zout. Jij kan ervoor zorgen dat er smaak komt op aarde. Dat zegt God. Dit is Jezus die hier praat. Dit is niet een discipel die praat. Hij zegt, je bent het zout van de aarde. Indien het zout niet zijn kracht verliest, dus hij gaat ervan uit dat jij kracht hebt. Hij gaat ervan uit, jij als christen, je hebt kracht om het leven van mensen aangenaam te maken. Hoe denk je dat ik het zout van de aarde kan zijn en jij het zout van de aarde kan zijn? Door de liefde en de kracht van God. Kan ik aan mijn oren? De enige wijze waarop jij en ik het zout op aarde kunnen zijn, smaak aan levens van mensen kunnen geven, is door de kracht van God en door de liefde van God. Door de kracht van God kunnen mensen wederom geboren worden. Kunnen mensen gezond worden. Kunnen mensen bevrijd worden van demonische machten. Kunnen mensen vrijkomen van alle dingen die hun kapot willen maken. Jezus zegt dit precies goed hier. Hij zegt als het zout zijn kracht verliest. Met andere woorden, zout hoort krachtig te zijn. Dus God denkt groot over jou. God gaat ervan uit dat jij sterk bent. Dat je krachtig bent. God gaat ervan uit dat je niet altijd op een schouder leunt. Maar dat mensen op jou leunen. Iedereen leunt een keer op een ander en dat is prima. Maar eigenlijk wil God je zo sterk hebben dat ze op jou kunnen leunen. Wauw, oké. Als ik toch moet kiezen, ben ik graag een schouder als dat ik de hele tijd op een schouder leunt. Hoewel, als ik bij mijn vrouw ben, weet ik wel op haar. We moeten wakker worden, man. Het is soms alsof de gemeente van de Heer geestelijk slaapt. Ik bid God dat hij ons helpt om wakker te zijn. De Bijbel zegt ook, wees wakker en versterk het overige. Goddien is niet een religieus gedoe. Woensdagavond naar de dienst gaan. Vrijdag, PPY, jeugddienst, een beetje mooi zingen en lachen en naar huis gaan. Dat heb je nodig om toegerust te worden. Om vervolgens zout daar buiten te zijn. Je bent het zout van de aarde. Dat is groot denken. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Eigenlijk zegt Jezus hier, als je geen kracht hebt, wat wil je bereiken? Dat is wat hij zegt. Als de kracht van Gods geest niet door je heen kan werken, wat wil je bereiken in deze wereld met zoveel duisternis? Wauw. En dan, je denkt dat hij klaar is. Als hij een amen hierachter had gezet, dat ik nog mijn leven lang hiermee kunnen werken. Hij gaat door en zegt, je bent het licht van de wereld. Volgens mij is dit aardig groot denken hoor. Zie je hoe God over jou denkt?
Hij ziet je niet, jij bent een lichtje ergens. Je bent het licht. Zo'n woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zie je, je bent in contact met licht gekomen. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Luister hier. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En dan kijkt hij naar jou en naar mij en hij zegt, en jij bent ook het licht van de wereld. Hoeveel zien dat God groot is? Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En dan keert hij zich om naar zijn discipelen. Hij zegt, en jij bent ook het licht van de wereld. Dat is groot denken. En God kijkt niet naar jouw talenten en capaciteiten. Hij kijkt naar zijn toerusting in jou. Hij kijkt naar wat hij in jou gegeven heeft. Daarom noemt hij jou het licht. Omdat hij weet wat hij jou gegeven heeft. Het licht van de wereld. Hij zegt, je bent je licht van je straat. Hij zei niet eens, je bent licht in je huis. Hij zegt, licht van de wereld. En als je licht van de wereld bent, ben je het ook in je straat en in je huis natuurlijk. Zo denkt God over jou en over mij. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Een stad op een berg, maar dat zie je. Dat is indrukwekkend. Een stad op een berg. Let op. En dit is mooi hoor. Ook steekt men geen lamp aan en zet daaronder de korenmaat, maar op een standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Hier komt het, hier heb ik overheen gelezen. Ik heb heel vaak hier overheen gelezen. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Opdat zij jouw wonderen zien. Het woord goede werken hier is het woord ergon in het Grieks. En dat is precies hetzelfde woord van Johannes 14, vers 12 tot en met 14. Waar Jezus zegt, de werken die ik doe, de wonderen die ik doe, zal jij ook doen, is precies hetzelfde woord. Zoek het op in Strong's Concordance. Ja, de werken die het woord werken hier is het Griekse woord ergon. Gaat opzoeken in Strong's Concordance. En dit woord is het woord wat Jezus gebruikt in Johannes hoofdstuk 14, vers 12 tot en met 14. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Ik kan nog meer teksten aanhalen die dit bevestigen. Maar ik wil je aandacht hierop vestigen dat hij zegt, laten de mensen je goede werken zien. Met andere woorden, laten de mensen zien de wonderen die ik door jou heen doe. Oh, ik had een grotere amen verwacht, zeg nou. Dat is wat hij zegt. Laten de mensen je wonderen zien. En je hoeft hier niet aan te twijfelen, want Marcus 16 bevestigt het. Hij zegt, gaat in de gehele wereld, verkondig het evangelie, werp duivelen uit, genees de ziek in mijn naam. Hij zegt, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Dus dit is in lijn met de opdracht. Dus God wil dat er wonderen in jouw leven en in mijn leven zullen zijn. Is dit groot denken of niet? Ik zeg, is dit groot denken of niet? Dit is Gods denken over jou en mij. Ons probleem is om het met hem eens te worden. En dan staat erachter, en dan zullen ze je Vader die in de hemel is verheerlijken. Wat gebeurde er als Jezus wonderen en tekenen deed? Dan staat er, de mensen verheerlijkten God. Met andere woorden, ze zeiden, wow, kijk die blinde ziet. Wat een grote God zegt, dien deze Jezus. Kijk die lamme loopt. Kijk, de melaas is gezond. En de mensen stonden God groot te maken. Je leest dit genoeg in de Bijbel. Ze verheerlijkten God. Met andere woorden, God verheerlijken betekent dit, een goede opinie over hem hebben en hem de glorie geven. God verheerlijken betekent goede gedachten over hem hebben en hem de glorie geven. Het staat er. En weet je wat? Geen ene christen komt hier onderuit. Noem jezelf hervormd, gereformeerd, katholiek. Jezus zegt, laat je licht schijnen en laten de mensen je goede werken zien. Zie je, een beetje bijbelkennis helpt je om uit de brand te komen. Hoor. Goede werken. We zijn geroepen om geloof in God te hebben, zodat het wonderbare gebeurt. Je collega's een huwelijk staat op springen, hij weet niet meer wat te doen. Je zegt, ik ga bidden voor jullie. En in één keer komt er een bovennatuurlijke opening, dat die man denkt, hoe kan dat joh?
Het is zo lang zo moeilijk geweest. Maar sinds ik met Ramon gepraat heb en hij zegt, ga voor je bidden. Kijk wat er allemaal veranderd is. Dat zijn werken van God. En zo kan ik heel wat voorbeelden geven. Vervolgens leert Jezus zijn discipelen de grote sleutel om het licht te zijn en het zout te zijn. Zie je, je moet de Bijbel lezen met perspectief. Je moet de Bijbel lezen en verband zien tussen dingen. Want dit zegt hij in Matteüs hoofdstuk 5, vers 13 tot 16. Maar in Matteüs 6 leert hij ze het Onze Vader. Hoeveel zien hier de route om in de kracht van God te leven, om het licht te zijn en om het zout te zijn? Want hij zegt in Matteüs 5 tegen ze, je bent het zout van de aarde, je bent het licht van de aarde. Maar in Matteüs 6 leert hij ze om te wandelen met die hemelse Vader. Hij zegt, bid onze Vader die in de hemelen zijt. Hij brengt je in contact met het bovennatuurlijke. En dan zegt hij, want van hem is het koninkrijk en de kracht en de glorie tot in alle eeuwigheid. Dus Jezus laat je zien dat om zout te zijn en om licht te zijn, je een bidder moet zijn. Dit is een mooie, hè? Dit is een mooie. Je kan niet zomaar het licht zijn en zout zijn. Je hebt gebed, je hebt een gebedsrelatie met God nodig om echt zout en licht te zijn. En het is alsof hij dat benadrukt. Dus in Matteüs 6, vers 9 tot 15 zegt hij, bid! Leer het Onze Vader te begrijpen. En we hebben uren en uren hier gesproken over het Onze Vader. Daar zit alles in voor je geestelijk leven. Daar is een wandel met God in. Het heeft met je denken, je praten, alles te maken. Hij zegt, want van u is het koninkrijk en de kracht en de glorie. Willen wij licht zijn en willen wij zout zijn, moeten we bidders zijn. En geen onverstandige bidders, verstandige bidders. Want er is een verschil tussen gebed en gebed. Je moet verstandig bidden. Ik hoorde een lied de afgelopen dagen. Lord, give me faith. Lord, give me faith. En weet je wat zo gek is? De lyrics, de melodie is hartstikke mooi. De bas, de instrumenten die het begeleiden, is zo verschrikkelijk mooi dat ik bijna mee zou willen zingen. Lord, give me faith. Maar alles in mij moppert en zegt nee. Dat is onbijbels, Lord, give me faith. Heer, geef me geloof. Is onzin. Geen ene christen mag bidden, Heer, geef me geloof. Want God heeft je geloof gegeven. Maar dat lied is zo mooi, dat ik me bijna laat verleiden door de mooie klanken, mooie saxofoon, mooie piano. En ik vraag me af hoeveel mooie liederen ons niet op het verkeerde been zetten. In feite, ik ga hem uit mijn collectie halen, dat lied. Want je wordt dan wakker en in één keer hoor je hoofd, Lord, give me faith. Je kan niet bidden, geef me geloof. Is onbijbels. Als je wederom geboren bent, de enige die het kan bidden is een zondaar. Iemand die verloren is, mag bidden, geef me geloof, want die heeft geen geloof van God. Maar de wederom geboren gelovige heeft geloof gekregen. En je hebt het. Daarom zegt Jezus, heb geloof in God. Nergens zegt Jezus, ik zal bidden dat de Vader je geloof geeft. Tegen gelovigen zegt hij, heb geloof. Tegen gelovigen zegt hij, voor wie geloof is alles mogelijk. Er is geen plek in de Bijbel dat Jezus zegt, ik zal de Vader bidden om je geloof te geven. Zegt hij niet. Hij zegt, ik zal de Vader bidden om je de Heilige Geest te geven. Maar jij gaat leren geloven. Als je tot bekering komt, krijg je geloof. En dan in Matteüs 7, wauw, wat een boodschap zeg. In Matteüs 7, vers 7 tot 11, zegt hij ook, bid en je zal gegeven worden. Dit staat nog steeds in verband met, je bent het zout van de aarde en je bent het licht van de wereld. Want het is één preek. Wij noemen het de bergrede. Is één preek. Is één preek. Matteüs 5, 6, 7, 8. Noemen we, gaat door als de bergrede. Is één preek die Jezus heeft gegeven. Interessant, hè? Dus je kan niet zeggen, ik ben het zout van de aarde, ik ben het licht van de aarde. En dat scheiden van het gebed waar je aandacht op focust. Bid en je zal gegeven worden, zegt hij. Zoek en je zal vinden. Klopt en je zal open gedaan worden. Jezus heeft bidden niet gemaakt als een luk raak iets. Hij heeft van bidden gezegd, dat ding is raak als je het goed doet.
Want ieder die bid ontvangt, wie zoekt, vindt. Wie klopt, hem wordt opengedaan. Of welk mens onder u zal, nou gaat hij gewoon logisch met je praten. Welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Ik heb het nog nooit gedaan. We hebben geen zonen, we hebben dochters, maar ik heb nog nooit onze dochter steen gegeven als om brood vraagt. Kom niet in mijn kop op, kom niet in mijn hoofd op. Kom niet in me op. Welke vader onder u, welk mens zal als zijn zoon of dochter hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij om een vis vraagt, hem toch een slang geven? Indien dan jij, hoewel je slecht zijt, met andere woorden, je bent een mens met al je zwakheden, goede gaven weet te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal je vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden? En het goede hier is de Heilige Geest. Hoe weet ik dat? Lucas 11, vers 11 tot 13. Dezezelfde geschiedenis staat in Lucas hoofdstuk 11. En daar staat hij, hoeveel te meer zal je vader je de Heilige Geest geven. Dus, om het zout van de aarde te zijn, heb ik nodig een gebedsleven. Heb ik nodig de Heilige Geest. En heb ik nodig geloof in de woorden van Jezus, het onze Vader. Praat over de woorden van Jezus. We gaan het afronden, dit is zo mooi mensen. Hoe groot denkt God over jou? Matthäus 28, vers 19 en 20. Geef me nog 3 minuten, dan zijn we erdoor. En ik wil laten zien hoe God denkt. En heel wat van ons kunnen hierin groeien, beginnende bij mij. Ga dan heen, zegt Jezus. Maak de volken tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Dit maakt dat ik denk, Heer, hoe groot denkt u? Hij stuurt jou en mij om volkeren tot discipelen te maken. Dus Jezus heeft geloof dat heel Nederland kan geloven. Jezus heeft geloof voor heel Duitsland, voor heel Tsjechië, Slowakije, noem al die dingen. Hij heeft geloof voor Rusland. Nou, hij heeft geloof voor de Arabische wereld. Hij heeft geloof voor 2 miljoen Chinezen. 2 miljard. Er zijn zeker 2 miljoen christenen daar. Hij heeft geloof voor 2 miljard. 2 miljard Chinezen. Jezus heeft geloof voor ze. Jij en ik niet. Maar hij zegt hier, ga en maak ze tot mijn discipelen. Hoeveel zien het grote denken van God hier? Het is groot denken. Het is zo groot dat we het lezen en we lopen door. We denken, dit kan hij niet menen. Dit kan hij niet menen. Alle Chinezen, alle Arabieren, alle Europeanen. Europa is geen gelovig continent. Er zijn genoeg christenen in Europa, maar Europa is een ongelovig continent. Sprekende vanuit de Bijbel. Toch zegt de Heer, ik wil Europa hebben. En wij kunnen niet zeggen dat hij het niet kan, want Martin Luther is het bewijs ervan. Luther is gekomen en Luther heeft Europa veranderd. Kan ik aan mijn oren? Wauw, Jezus heeft geloof voor Europa. Iemand zei, God is Europa vergeten. Ik zeg, dan is de opdracht veranderd. Maar de opdracht is niet veranderd. De opdracht is nog steeds, maak alle volkeren tot mijn discipelen. Ik hoorde een prediker een keer zeggen, ja, God is Europa vergeten. Ik zeg, vertel me dan waarom hij mij in Europa geroepen heeft. Ik kom uit Amerika del Sur, Zuid-Amerika. Ik ben een Zuid-Amerikaan. Ik zou geen Nederlands moeten praten, pero español. Ik zou Spaans moeten praten. Kom in Zuid-Amerika. Waarom stuurt God me daar hier? Omdat hij Europa wil redden. Waarom stopt hij mijn studie? God is Europa niet vergeten. Kunnen we hem glorie hiervoor geven, mensen? Wow! Oké. En dan zegt hij, en zie, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Wat wil je daarmee zeggen? Het gebeurt niet door jouw kracht of door jouw geweld, maar door mij. Je hebt mij nodig hiervoor. En weet je van wie de discipelen deze opdracht kregen? Van de opgestane Heer uit de dood. Ik weet niet of je begrijpt wat er hier aan de hand is. De discipelen, die staan te kijken naar een man die aan een kruis reet is vermoord, 3 dagen en 3 nachten in een graf is geweest, en in 1 keer staat hij weer voor ze, met een verheerlijk lichaam.
Daar kijken ze naar. En hij praat. Dus het is niet een geweldig mens die praat. Hij is ook mens. Maar het is de Zoon van God die de dood terug is gekomen. Hij heeft de duivel overwonnen, zijn demonen overwonnen, alles overwonnen. En hij zegt tegen zijn discipelen, ga in die wereld en maak ze tot mijn discipelen. Je durft toch geen nee tegen zo'n Heer te zeggen? Als jij dan zegt, hoe moet het, zegt hij, ik ben net teruggekomen uit de dood. Wat denk je daarvan? Het is hetzelfde dat de Heer tegen mij zegt, ik kan je bewaren in deze malote wereld. En dat ik zeg, Heer, hoe wil je het doen? Dan zegt hij, je hebt net 220 elektriciteit doorgeknipt, vriend. En je hebt geen tik gevoel. Als ik dat kan doen, kan ik je ook bewaren. Hoeveel vinden het gewoon om 220 door te knippen? Ik huiver nog steeds. En dat heeft me zo aangeraden dat ik nu bang ben om zelfs een satellietkabel door te knippen. Het gevoel wat ik heb, ik moest laatst echt een satellietkabel doorknippen. Bijna trillen mijn handen. Dat ik denk, is dit wel echt satelliet? Want die andere ervaring heeft me bang gemaakt. Elke keer als ik langs die wasmachine loop, zeg ik, dank u Jezus. Die wasmachine is een heilige plek voor mij geworden. Daar is waar God me bewaard heeft. Dus als ik nu tegen hem zou zeggen, hoe wil u mij bewaren in deze malote wereld? Zegt hij, hoe heeft 22 hier niks gedaan? En dat is wat eigenlijk deze discipelen hadden. Toen hij zei, ga in de gehele wereld en maak ze tot mijn discipelen. Niet één heeft geprotesteerd. Hoe ga je protesteren? Een man is net uit de dood teruggekomen. Hij heeft alles overwonnen en hij zegt, doe het. Alles wat ze nodig hadden was hem te geloven. Kunnen we God glorie geven, mensen? Wauw. Oké. Jezus heeft geloof voor onze wereld. Schrijf het op. Jezus heeft geloof voor onze wereld. Hij heeft geloof voor onze wereld. Ja, muzikanten, kom alsjeblieft. Jezus heeft geloof voor onze wereld. De vraag die ik vanavond bij u laat is, kun je het met hem eens worden? Kun je het met hem eens worden? Die vraag mag je zelf beantwoorden. Kun je het met Jezus eens worden? Dat we de wereld voor hem kunnen winnen, onder leiding van zijn geest en door de kracht van de Heilige Geest. Gerrit van Hoege vertelde ons hoe hij tot wedergeboorte is gekomen. De prediker stapt op het platform. Hij pakt zijn Bijbel en hij zegt, deze Bijbel is voor u. Ik zeg, ben je zo tot bekering gekomen? Ik zeg, ja, dat raakte mij. Dat is God zijn werk. Ik kan vanavond, de hele avond zeggen, deze Bijbel is voor u. En niemand komt tot bekering. Maar deze voorganger deed het. Deze Bijbel is voor u, zegt hij. Voordat hij begint te preken, pakt hij zijn Bijbel en zegt, deze Bijbel, dit woord is voor jou. En Gerrit en Annie komen tot bekering. Dus je ziet, het is God die het doet. Hier staat een die nooit wilde preken. Nooit. Nooit, nooit, nooit. Hier staat een die boos werd als je zei, joh, je wordt een dominee of zo. Ik werd boos. Angry. Atibrong. Dat is weer een vreemde taal. En ik denk dat God gekeken heeft en gedacht heeft, ik ga je mijn liefde laten zien, jongen. En toen was ik bereid alles op te geven. Dus we kunnen het alleen door de kracht van de Heilige Geest en door de liefde van God. Luister. Hoe zie je dat? Schrijf het op, laatste, dit is echt het laatste. Gods werk kan alleen op Gods methode succesvol zijn. Dan moet ik zeggen stoppen. Ik heb genoeg gezegd vanavond. Nu is het van mij af, nu zit het bij jou. Ja, doe er iets mee. Ik ben van plan iets hiermee te doen. Ja, ik geloof we kunnen Nederland winnen voor Jezus. Ik geloof we kunnen België winnen voor Jezus. Ik geloof we kunnen Europa winnen voor Jezus. Ja, ouder, maar niet iedereen komt tot bekering. Ja, maar wij kunnen wel het zo aantrekkelijk voor ze maken dat het makkelijk is om te kiezen. Door de werken te laten zien. Laten de mensen je goede werken zien. Wauw, kunnen we God glorie geven? Ook mensen thuis. Dank hem, dank hem, dank hem, dank hem, dank hem, dank hem.